Oh mijn god. De eerste film is gewoon Russen. Ik ben klaar. What? En hallo mensen van J-Movies. En ik ben weer hier samen met Ene. Max. Van NL YouTube Buzz en shit. En wij gaan nu een... Top 10 films, Nederlandse films. En nou wil je mijn kanaal bekijken? Klik dan hier op de banaan. Oh, nou moet ik ze even banaan laten zien. Goed. Het was trouwens de top 10 beste Nederlandse politie-series. Dat lijkt erop. De nummer 10. Moordvrouw van 2012. Moordvrouw wordt ontwikkeld als opvolger voor een zeer populaire badger. Oftewel, het is een vrouw die samen met haar team, een politieteam. En dan hebben ze allemaal problemen en shit. 9 is Flikker Maastricht. Saai, ik vind dat echt... Ik heb dat nog nooit gekeken, echt maar. Flikker Maastricht is de opvolger van een populaire spanning. Dat is van 2007 tot en met oneindig momenteel. 8 is van... Van Spijk. Van 2006 tot 2007. Gewoon een jaartje. Ja. De ambitieuze televisiezender Talpa had een ook behoefte aan een goede politie-serie. Blijkbaar was het best goed. Nummer 7. Bureau Ruisland. Van 1992 tot 1995. 3 jaar dus. 6. Unit. Unit 13. Van 1996 tot 1998. Grijpstra en de Gier. Wow man. En 4 is... Spangen. Spangen. Oh, dat is de opvolger. Dat is, die was... Flikker Maastricht. Is de opvolger van Spangen. En Spangen, die was in 1991 tot en met 2006. En dat is Linda de Mol. Toen was ze nog veel jonger. En nog iemand anders. Belegger. Dat is nummer 3. 2010 tot en met 2013. Nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Baantje. Oh shit. 1995 tot en met 2006. Dat is 11 jaar. Dat is nog best wel lang. Ja. Oh mijn god. De eerste film is gewoon Russen. Ik ben klaar. What? Russen. 2000 tot en met 2004. Russen is een bijnaam voor regisseurs. Oh. Wauw. Bedankt jullie voor het kijken. Abonneer, reageer en like. Oké, goed. Wil jij abonneren op zijn kanaal, moet je zeker doen. Hou je hoofd stil, niet bewegen. Dan kun je nu klikken op dat hoofd van hem. Je kunt nu klikken op dat hoofd voor de Q&A die geüpload is. Alleen er staat een banaan op zijn oog. In ieder geval, hij heeft alles al gezegd, dus dan gaan we maar. Ha, nu zit hij niet meer bij mijn hoofd. Doei!